Goedemorgen allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Het is nu zondag en ik ben dit weekend teruggekomen van mijn vakantie in Italië. En dat was echt heel erg leuk. En ja, dit weekend hebben Dennis en ik nog samen vakantie, zeg maar. Ik heb nog wel wat lange vakantie, maar Dennis die moet maandag weer werken. Dus we gaan er nog eventjes een leuke dag van maken. We gaan nog heel even naar de stad en naar de bioscoop. En vanavond gaan we uit eten gezellig met mijn ouders. Dus dat is super leuk. Wat heb ik aan? De top die ik aan heb, dat is gewoon een zwarte, kortere crop top. Die is van Josh V. Dan heb ik een wat langere rok aan van Taylor & Elbas. En ik heb ja, gewoon mijn gouden sieraden weer om die ik meestal om heb. Schoentjes moet ik nog heel even kijken en tas die ik dadelijk ga meenemen. En ik heb net heel even mijn nagels gelakt. Kijk, vind ik echt een heel leuk kleurtje van OPI is deze. Can't Heal You Pink heet die. Ik laat normaal gesproken altijd shell-lak op mijn nagels doen. Maar had ik nou heel even eraf laten halen. Want ik ga het maandag bij Soap eens een keer proberen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Had ik nu eventjes deze kleur gewoon zelf opgelakt. Want ik kan er nooit zo goed tegen als ik geen nagellak op heb. Dat vind ik meestal niet zo mooi. Het kleurtje dat ik op mijn lippen heb is Backtalk. Echt mijn favoriete kleurtje van het moment is van Urban Decay. Daar heb ik pas geleden ook een blogpost over geschreven. Dus mocht je die willen zien, ik zal hem even in een link hieronder plaatsen. Ik ga nu even lekker ontbijten. Want ik heb best wel honger. En mijn ouders en Dennis en zo zit al buiten op mij te wachten. Dus we zitten lekker aan het ontbijt. En op de tafel zijn allemaal lekker verse broodjes die kunnen zo gaan eten. En hier staat eigenlijk ja, allerlei beleg om erop te doen. We hebben nog fruit over van barbecue van gisteren. Dus ook wel lekker. Eitjes. Dus gaan we eventjes lekker ontbijten. Tadaa! Dit is mijn ontbijtje. Ik heb lekker een wit broodje met filet americain. Vind ik altijd wel echt heel erg lekker. En een fruitsalade. Er zitten blauwe bessen, meloen, druiven, aardbeien. Ja, dat is eigenlijk wel lekker. Nog versjes hydrantje bij. Smakelijk eten. Wij zitten in de auto en we zijn onderweg naar Eindhoven. En daar gaan we zo meteen naar de JT-bioscoop. Dat is Dennis. En ik ben nog nooit bij de JT-bioscoop geweest. We gaan eigenlijk meestal naar de Pathé in Eindhoven dan. Of in Weert. Dit is ook een andere bioscoop, de Concha. Maar wij wilden heel graag naar Tarzan. Die draait nu in 3D. Leek ons wel heel erg leuk om te kijken. Alleen die draaide eigenlijk steeds alleen maar s'avonds. En vanavond gaan we uit eten. Dus we wilden smiddags naar de film. Gelukkig draait wel de JT-bioscoop. Ben benieuwd. Ik moest ook van die 3D-brillen dan bij kopen. Dus ja, ik vind het wel heel erg leuk om een film weer eens een keer 3D te zien. Toevallig zijn we laatst ook nog naar een 3D-film geweest. Hoe heet die ook weer? Jungle Book. Dat was ook heel erg leuk, hè Dennis? Schat. Dat was ook echt een hele leuke film. Dus ja, gaan we even gezellig naartoe. Ik vind het ook altijd heel lekker om van zout en popcorn te bestellen. Ik vind het zo lekker. Maar ja, we hebben wel net gegeten. Dus even kijken of ik daar zo wel zin in heb. Aangekomen bij de bios. Hij toch niet meer je JT-bioscoop, maar naam is veranderd. Even kijken waar de ingang is. En dan gaan we naar binnen. There we go. We gaan dus naar Tarzan en we hadden ook brillen erbij gekocht. Ze hebben hier nou net gekregen dat we het helemaal goed in 3D kunnen zien. Lekker zoute popcorn, mijn favoriet. Vind ik altijd zo lekker. We hebben samen een grote popcorn besteld. En daar loopt Dennis met nog twee grote Fanta's. Onderweg naar de zaal. Ik ben hier echt dus nog nooit geweest. Ik vind het hier wel echt heel erg mooi. Dennis is hier wel een paar keer geweest. Ik hoop dat ik het een beetje kan horen met mijn verstopte oor. Wij zijn nu klaar bij het bioscoop en we lopen nu terug en de film was echt heel erg leuk. Vond je wat vind jij van Dennis? Ja, super leuk. Ja, sowieso 3D is altijd wel leuk, hè? Maar ik vond bij die, oh JT wil ik wel zeggen, maar die bioscoop heeft een andere naam. Maar ik vond bij deze bioscoop wel echt gewoon heel leuk dat het gewoon heel goed beeld was. Hè? Dat viel ons allebei wel echt op. Je zag die dingen echt zo helemaal op je afkomen. En ja, ik vond het gewoon echt een leuke film. Tarzan, het verhaal kent iedereen natuurlijk wel van als hij klein is. Maar bij mij was het wel een beetje weggezakt. Het was echt best wel een heftig verhaal. En nu was het wel gewoon met volwassenen. En ja, met wel gewoon echt voor onze leeftijd ook wel. Dus dat was echt een hele leuke film. Ik heb echt de hele middag gezeten. Heel erg gezellig. En nu lopen we terug naar de auto. En dan gaan we naar huis. En ja, we willen eigenlijk nog heel even thuis chillen voordat we gaan uit eten. Gewoon nog een beetje bij ons op de bank zitten. Ik kom misschien nog heel even wat aan mijn blog doen. Wij zijn weer thuis en ik zit nu even lekker in de tuin. Het is eigenlijk best wel lekker weer. Alleen ik heb best wel last van mijn voeten. Ik heb van die slippertjes aan en snijdt altijd tussen mijn tenen. Best irritant. En zien jullie trouwens ook dat ik zo'n dode punt heb? Ik vind echt, als ik al op vakantie ben geweest, nou zijn mijn haren weer een beetje zo dood, heb ik het idee. Dus ik ga volgende week eventjes naar de kapper. Dan wil ik gewoon de punten weer eraf doen en misschien iets
ja, lichter. Of ja, moet ik nog heel even kijken hoe, wat ik er precies mee wil doen. Ik ga nu nog heel eventjes wat doen op mijn laptop. Ik wil je trouwens nog heel even laten zien. Kijk hoe leuk dit bolletje is van Josh Fee. Die had ik gekregen in de goodiebag met de Josh Fee modeshow. Ik vind het gewoon zo leuk om die aan mijn tas te hangen. Kijk, echt grappig. Je kunt die aan deze tas hangen, maar ook aan een kleiner tasje. Een mooie Michael Kors tas. Ik heb heel even lekker wat te drinken gepakt. Liefmans vind ik altijd wel heel lekker om te drinken. En dan ga ik heel even op mijn laptop werken. We zitten nu in de auto naar het restaurant. En... Fijn dat ik je mag vloggen. Ik zit hier even naar... Ik zit eigenlijk met z'n vijf in de auto. Het is best wel druk nou. Maar dus ik ga het even ophangen. Ik heb vanmiddag nog aan mijn blog gewerkt. Ik heb even nog wat vlogs geëdit van de vakantie. En ja, gewoon wat van die thumbnails gemaakt van mijn YouTube-channel. Ja, ik zet ik zet het dadelijk gewoon erin. Een channel is heel iets anders. Een hondenchannel. Een hondenchannel. En ja, ik heb dus nog wel gewoon een leuke middag gehad. En nu zijn we onderweg naar Hezen. En we gaan in Hezen. Nou, ik kan hier niet normaal veel met jullie. Ik ga in Hezen uit eten met papa en mama. Misschien is er wel iets fout. Jelle en Dennis. Daar zitten we dan. We zitten nu bij het restaurant De Boswachter. Ik zit hier naast mama. En ja, we zitten hier buiten. Dus we hebben nog best wel lekker weer eigenlijk. Ik dacht dat het misschien wel iets kouder zou zijn buiten, maar op zich is het nog best wel lekker weer. En we hebben al een lekker wijntje besteld. Ik heb net Sauvignon Blanc besteld. Heel lekker. En mama heeft Chardonnay besteld. Mama zei, moest maar heel even proeven welke lekker er is. Ja, geeft hij dan eerst even voor de mama. Toch die van jou? Ja, dat is ook. Ja, van de kop. Toch de Chardonnay. Maar ik was laatst, toen ik met Sascha bij Sheryl Perfect Day was, toen waren we bij de wijnproeverij van de Jumbo. En toen had ik Sauvignon Blanc en Chardonnay vond ik Sauvignon Blanc echt lekkerder. Maar nu toch Chardonnay. Nou ja, goed. Deze is ook wel prima. Daar is de menukaart. Ik ga zo heel even kijken wat ik graag wil bestellen. En we hebben net ook al wat brood gekregen met olijf. Vind ik ook altijd heel erg lekker. Kijk, zo ziet ze hier eruit. Heel erg leuk buiten. De voorgerechten zijn er, looking good. Ik heb weer carpaccio, zoals gewoonlijk. Dennis heeft lekker vitello tonato, Jelle hoeft even snacks. Papa carpaccio en mama kippensoep ziet er ook wel lekker uit. We hebben nu net het hoofdgerecht gekregen en ik had zalm besteld met tagliatelle en een beetje spinazie. En er zitten ook nog twee scampi's op, het ziet er echt heel leuk uit. Iedereen heeft eigenlijk al lekker zijn eten gekregen. Mama heeft een pannetje mosterd, vind ik ook altijd heel lekker, dus dat pakken dat ik wel even kan. Smakelijk. Lekker toetje. We zitten nou een toetje te eten. We hebben allemaal een blanche besteld. Mijn papa zei waar hij al een keer gaan eten en zei dat de chocoladesaus heel lekker was. Dus ik ben benieuwd. Zo, ik ben weer thuis. En we hebben heel erg lekker gegeten. Het was echt wel een leuk restaurantje, vond ik. En ook echt lekker wat ik heb gehad. En ik heb nog een paar leuke pakketjes binnengekregen dit weekend. En daar wil ik jullie even een paar dingen van laten zien die ik echt heel erg leuk vond. Als eerste heb ik deze parfum. En deze parfum is van het kledingmerk Labé. Die hebben echt hele leuke kleding altijd. Maar nu hebben ze dan ook voor het eerste keertje een parfum gelanceerd. Kijk, dit flacon vindt hij er wel heel erg leuk uitzien. En ik heb net de geur geroken. Rook echt heel erg lekker. Binnenkort mag ik iemand blij maken met deze geur. Dus er komt er nog een winactie aan. Dus hou zeker eventjes mijn Instagram en Facebook in de gaten. Mocht je deze geur graag willen winnen. Dan deze doos van Cats. En daar zitten natuurlijk hele leuke sneakertjes in. Dit merk heeft heel veel leuke sneakers. En ook nog andere modelletjes. En ik heb deze besteld. Ze zijn witte met een hogere platformzool. En je ziet dat ze een beetje afgewerkt zijn met een leuke print. En stoffen schoentjes. En ik vind ze eigenlijk wel erg leuk om gewoon ergens onder te dragen. Witte sneakers, altijd handig, makkelijk te combineren. Dus ga ik binnenkort nog even een leuke outfitpost mee maken. En dan last but not least dit mooie doosje van Christian Paul. En dat is een horlogemerk. En daar zit dan ook echt een prachtig horloge in. Die zit in dit leren doosje. Kijk, er zitten nog wat kaartjes in. Kijk hoe mooi dit horloge is. Het is nou niet zo goed licht, want het is al best wel laat. Dus ik zal nog wel een andere keer filmen, maar... Ik vind hem echt zo mooi. Het bandje is een beetje nude-achtig, licht roze. En dan is het een rosé-gouden horloge met een marmeren wijzerplaat. Pretty. Ik moet hem wel nog even goed zetten, zie ik. Maar het is echt een heel mooi horloge. Nou, bij deze ga ik de vlog eigenlijk gewoon heel eventjes afsluiten. We zijn nu thuis, dus we gaan gewoon heel even op de bank tv kijken en chillen. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vond je de vlog leuk? Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van al mijn vlogs.
En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!